SCL heeft ons 2 jaar geleden benaderd. Van, joh, we willen overwegen om een sportteam te gaan opzetten voor de G-doelgroep. Dus we willen eens kijken welke mogelijkheden er zijn en daar ook iets voor jullie betekenen. We willen wat meer voor de maatschappij betekenen. En daaruit is een meeting gekomen en het plan voor een sportdag. En die was de eerste keer zo succesvol en zo enthousiast dat we een tweede keer ook zeer zeker nodig vonden. En die is er nu. De deelnemers zijn cliënten met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking. Bij mij werd het verzoek neergelegd of ik een vrijwilliger kon zoeken die de sportdag kon organiseren. En ja, ik voelde me gelijk aangesproken, want we hebben zelf een meervoudige gehandicapte zoon. En ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. RCL heeft ook een G-team sinds 2 jaar met doelgroep jongere kinderen van 7 tot 14. En daarom vind ik het ook belangrijk om met dit soort dingen mee te doen. Hoe is de Dirk Kuyt Foundation betrokken bij deze sportdag? Nou, zoals bij alle andere sportdagen die wij vaak ondersteunen, gaat het eigenlijk om een financiële bijdrage. Zodat er veel meer mogelijk is voor de mensen die dus aan de dag meedoen. Ja, om daar dingen voor te scheppen dat ze gewoon de hele dag lekker bezig kunnen zijn. Elke beperking is voor ons in beeld. We hebben het over hockey, rolstoelhockey, basketbal. Eigenlijk elke sport die je kan verzinnen, daar proberen wij wel een bijdrage bij te leveren. Wat vind je van de sportdag? Ja, leuk. Ik zie er altijd een beetje tegenop, omdat het dan veel met ballen te maken heeft. En ik vind het moeilijk op mijn hand. Oog-handcoördinatie is gewoon wat verminderd, waardoor ik daar gewoon een beetje moeite mee heb. Maar het is leuk en het wordt ook aangepast op wat je kan en ja, je wordt goed geholpen. Dus ja, dat is heel leuk en ja, het weer is prachtig. Dus ik geniet er enorm van. Ik vind het leuk georganiseerd. Ja, en het is wel, ze hebben wel de mooiste dag uitgekozen. Nou, ik vind toch dat mensen met een beperking ook in beweging moeten blijven. En anders zitten ze maar binnen de hele tijd. Hoeveel mensen doen er nu mee? Nu doen er 45 mensen mee. En er komen er vanmiddag nog een paar. Maar dat mogen er meer worden? Absoluut, dat mogen er zeker meer worden. We hebben een mooi sportcomplex hier tot beschikking met heel veel ruimte. En het zou gewoon onwijs mooi zijn als we kunnen groeien. Superleuk. En de organisatoren hebben het ook gewoon heel goed opgepakt door de spelletjes aan te passen. En ze hebben het allemaal naar de zin en dat is het allerbelangrijkste. Het gaat niet om het presteren en winnen of zo, maar het gaat om als je maar mee kan doen. En wat is het leukste aan zo'n dag als dit? Gewoon het met elkaar bezig zijn en genieten van de sport en van elkaar.